Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag is het tijd om de Irevo te testen. Maar dan wel de XL. Hey man. Het is weer een nieuwe dag. Eigenlijk dezelfde dag, want we nemen dit natuurlijk allemaal op. We staan weer bij Toemen. En we gaan de Irevo ophalen. Hey, maar dat is wel weer even een dingetje hoor. Precies, we hebben de kleine getest. Ja. Het is nu tijd voor de grote. Ik weet niet hoe het de Irevo, of hoe spreek je het uit? Dat kunnen we denk ik beter even binnenvragen. We gaan het even aan Gijs vragen. Even Gijs. Zo lekker lopen altijd in die winkel. Hè. En die windmolen, die drukken het maar. Al die auto's, al die dozen. Och. Was dit maar onze slaapkamer of zo? Ja, echt. Hè, dat dit ons magazijntje. Al die vliegtuigen. Moeten we eens een keer zo'n vliegtuigje meenemen? Dit is wel heel vet, hè, met licht. Dat is wel leuk. Ja. Maar we moeten even kijken. Hey! Wij horen ons allemaal. Nou, we zoeken iets. Wat zoeken jullie? Irevo, hoe spreek je het uit? Irevo. Irevo, bijna goed. Grote broer van het baardje dat jullie al opgehaald hebben. Ja. Nou, dan gaan we naartoe, hè. Ja, die heb jij liggen als het goed is. Die heb ik zeker liggen. Zo. Ik zie hem al. Is dat hem? Dat is hem, toch? Ik heb hem hier al staan. Ja, dat is hem. Kijk eens. Wat mooi. Kijk eens. Nou, doe even de Gijstechniek. Hoe zet je zoiets neer? Zoiets zet je zo neer. Hoppakee. Gijs legt alles zo neer. Zo zie je wel dat het gewoon shockproof is. Ja. Dus wil je dat Gijs je autootje pakt? Nou, schrik niet als hij dat doet. Precies, dus dat is even ter waarschuwing. Ze kunnen het hebben. Deze komt nu mooi in de winkel te staan. Dus deze is gekookt. Ja, en wij pakken. Wij pakken een nieuwe. Wij pakken deze mooie mee. Maar. Dit is hem dan. Ja. Hoe hard gaat hij? Hij gaat ongeveer een 100-110. Oeh, zo. Weer boven die 100. Weer boven die 100 km per uur. Nee, die houden we van die 100. Ja, maar echt. Die 100, ja. Misschien ooit een 200'tje, maar ik denk niet dat hij uit een doos te kopen is. Misschien als iemand ons daarin zou kunnen helpen een om iets te dat tunen. Zou vet zijn. Maar dit is hem dan, de Traxxas. Ik zeg, we nemen hem mee. Ja. Wat mag dit eigenlijk gaan kosten totaal? 6,99 en €919 met twee accu's en een lader erbij. Jij bent erbij gaan zitten. Ja, dat is een dure grap. Maar dat is een dure grap. Ja, dat is zeker een prijzige grap. Nemen we mee? Maar we nemen er wel weer mee. Ja, een paarse. Een paarse. Precies die, denk ik. Ja. Precies die. Nou, die nemen we mee. En we gaan hem weer testen. Ja. Want dit was ook weer een commentje van hun. Dit is zeker aangevraagd. Ja. Ja. En het grote broertje van die 70 kleine die daar staat. Mijls per ouwe. Dat is toch niet normaal? Dit is echt dik over de 100. Nou, laten we gaan. Hey, dankjewel. Hey, Lata. We hebben gehoord een zandvlakte. Ja, dus dan gaan we zorgen dat we de zandvlakte. Nou, deze gaan we weer met onze oude techniek door naar. De inlaadauto. Hij is weer betaald hoor. Prima. Ja. Jongens, hier weer, man. Hey, dankjewel, doei. En tot de volgende. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren. Nou, wat een apparaat. Weer inladen. Deze is. Ik ben echt heel benieuwd naar deze. Dit zeiden ze in de comments en dan gaan we dat doen. Ja, precies. Testen met die app. Kijk eens, jongens. Wij hebben de vorige keer de Irevo getest. En dat is dan deze. Deze hebben we echt maximaal getest. We hebben het zelfs zo heftig getest dat we hem van allemaal schans af hebben gegooid. Is hij recht? Nee. Waardoor zelfs de wieltjes zijn afgebroken. We hebben ze nog steeds niet vervangen, want we hebben onderdelen nog niet besteld. Maar dan moeten we eigenlijk... Het was een leuk autootje. Het is een heel leuk autootje. Ja. Want echt dit ding, echt next level, super lijp, echt vet. Leuk voor op een skatebaan, want we hebben deze getest op een skatebaan. Als een malle gejumpt op het beton geland, alles en... Hij is nog steeds heel, behalve dan dat het wieltje stukje is afgebroken, maar die kan je wel weer fixen. We hebben hier de Irevo XL. En de XL betekent dat we nog grover moeten. Betekent dat een nog grotere skatebaan? Nee. Nee, we gaan gewoon naar de duinen. We gaan naar de duinen. We gaan dit ding gewoon door de duinen heen rammen. Dat hebben we nog nooit gedaan. We hebben hier ook de grote... Een grote jongen, die hebben we van een berg af gesodemieterd en echt. Maar besef, ik zie hem hier al staan. 6S, 70 kilometer per... Ja, mijls per hour. Dus hij gaat 110 kilometer per uur. Ik wilde nu al deze neergooien, maar hij zit nog in de doos. Dat is niet verstandig. Het is echt super lijp. Wat het mooie is dat alles via de app gaat. Ja, de Traxxas gaan allemaal via de app. De Traxxas gaan allemaal via de app, dus daar gaan we ook meer gebruik van maken. Dat hebben we bij de kleinere versie niet gedaan, maar bij de grotere versie gaan we dat wel doen. Je hebt nog groter dan dit. Dat is de X-Max. Misschien kunnen we die de volgende keer gaan doen. Ja, dat is wel een dure grap, maar goed. Echt, ja, echt. Deze wil je onder de kerstboom dit jaar. Zeker, als je dit onder de kerstboom krijgt. En weet je wat je ook onder de kerstboom krijgt? Ja, dit. Hey, hallo. Tuurlijk, hey. Pyro for you. Aanstekertjes, petten, mutsen. Kwaliteit tot de max, hè, dit hier ook. Kijk, als ik deze doos wil openbranden, easy peasy. Hoppa. Voor alles handig, jongens. De prachtig mooie aan. Ja, en de gouden, hè. Maar ik denk dat daar... dan moet je snel bij zijn. Ik denk dat die al uitverkocht zijn. Op het moment dat deze video online is... Ja, moet je even checken. Ja, als hij online staat, is hij er nog. Precies, als hij nog op voorraad staat, dan is hij er nog. Maar de kans is heel groot dat die uitverkocht zijn. Want en ze zijn genummerd, hè. 1 tot 500. Nu zeggen, we zitten nu op woensdag voor ons. Ja. Oktober. Dus dat is... Ik zal even kijken. Het is 20 oktober 2021. En er zijn er al 300 verkocht. Ja, dat is omgekeerd. Ja. Dat gaat echt zo hard. De kans is heel klein. Vandaag is nummer 300 eruit gegaan, ja. En sommige bestellen. Er ook echt 3-4, hè? Dat is echt genummerd, hè? Per stuk. Ze zijn per stuk genummerd. Maar genoeg gelul. Wat zit er? Oh, yo! Helemaal nieuw. Ja, ik heb net. Oh, dat vond ik al. Dat ruikt ook lekker. Trek hem eruit. Oh ja. Pak jij hem er even uit. Wat een apparaat, dit, hoor.
vond nu al dat hij gewoon echt weer kwaliteit is. Hey, maar vergeleken deze is hij wel een stuk kleiner. Hij is wel kleiner, maar dit is ook wel echt de zwaarste. Ja. Is ook zwaarder dan de X-Mark. Ja, 20 kilo. Precies. Maar dit is wel... Dit, oh, ik vind hem mooi. Ik vind hem heel mooi. Het is echt een kleurrijke kap. Ja, ongekend, hè? Ja, ik denk we gaan naar Soest. Tandwiel vervangen. Oh ja, ik moet ook nog even de tandwiel vervangen. Kijk eens, die zit er ook weer bij. Zal ik even het tandwiel vervangen? Ja. En dit is de motor. Ik denk, wat een motor. Dat zijn geen kleine dingetjes. Flinke accu's erin. Deze accu's gaan erin. Ze zitten allemaal in de lader. Mensen zeiden, jullie moeten wel een beetje oppassen met alle accu's. Maar dat weten we. We hebben wel een beetje verstand van die accu's. Hier ligt een kastje achter mij. Hebben ze allemaal in sealbags gelegd. Oké, maar nee, het komt helemaal goed, jongens. Hier twee accu's, alles erop en eraan. Ja, echt. Ja, ik denk de auto in en we gaan. Ja, even het eerste tandwiel vervangen. Jij hebt nieuws. Ja, wel goed nieuws voor onszelf, want er valt geen tandwiel te vervangen. Hij is dus gewoon ready to run uit de doos, 70 miles per hour. Ja, zeker. Dus het ligt er net aan welke accu's je erin hebt. Je kan aan de zijkant van de doos kan je dan zien welke accu's je nodig hebt aan de andere kant. Nou, we hebben de juiste accu's ervoor om de topspeed te behalen. Het enige wat erin moet zijn hier ook batterijtjes. Krijgen we die er wel bij of ook niet? Nee, vaak wel hoor. Nee, bij Trexus volgens mij nooit hoor. Nee? Nee, volgens mij krijgen we het nooit van Trexus batterij. Dat is een beetje jammer, maar we hebben een mooi voorraadje. Maar dat betekent dus dingen erin en gaan met die banaan. Ja. Connecten met de app, maar dat gaan we lekker allemaal bij. We hebben dus iets heel moois dat je hem kan zien via de app. Ja, alleen wat wel heel erg belangrijk is om te vermelden, komen we dus nu ook achter. Standaard zit er geen zender bij met een connector. Nee, dat is dit kastje of wat het ook is. Ja, dat kastje moet je dus hebben bij je zender. Wij hebben al meerdere Trexus auto's gekocht, zoals jullie weten. En wij hebben er al eentje met zo'n dingetje. Ja, die komt dus van die snelste ter wereld. Precies, maar wat wij dus doen, wij binden dus degene die we dus al hebben aan dit apparaat. Maar standaard zit dit er niet bij. Nee, dus dan kan je niet kijken hoe hard je gaat en de info. Nee, maar ik ben hem nu aan het updaten, dat kan dus alleen maar op die manier. Maar maakt het heel veel uit? Nee, is het leuk? Ja. Alleen wat wel echt is, als je bezig bent, pas op, want hij is heel, ik kan nu geen gas geven, hij is heel gevoelig. Zo. Want hij kan in één echt... Ja, je lacht net al om. Ja, het doet echt zeer. Echt heel veel zeer. Hij is heel gevoelig en 110 is niet niks. Nee, en hij trekt echt heel snel op het mooie tapijtje. Heel snel. Maar hij is lekker updaten, dus als hij is geüpdate, dan gaan we naar de zandvlaktes. Echt 3 kwartier gereden. En er komt volgens mij een bui aan, dat is niet normaal. Daar word ik niet vrolijk van. Willen we terug of niet? Het waait wel snel over trouwens. Het gaat... Ja... Maar het komt er ook snel aan. We kunnen ook onder een boom. Dat is altijd veilig. Het onweert niet. We hebben de tablet. En we kunnen alles zien. Mooi, heel benieuwd. Willen we meteen een schansje of gewoon even de topspeed testen? Ik denk, we gaan gewoon even rijden. Kijk wat het überhaupt doet. Deze kiet niet snel. Och! Kijk dit, 45. Is dit vol? Dit is vol. Topspeed, 82. Kilometer per uur. Dat denk ik. Probeer eens nog. Och, wat mooi. Kijk hem gaan, joh. Ik denk wel dat hij harder kan. Ja, het is ook geen asfalt, hè. Oh ja, dat is ook waar. Het is geen asfalt. Nee. Dan kantelt hij om. Zullen we even een schansje pakken? Doe eens meteen een schansje, ja. Wel één ding. Zo ziek hard, je ziet er gewoon niet aankomen. Nee, hij gaat echt heel hard. Niet verkeerd mikken. Kan nu? Ja, kom maar. Oh god, de eerste jump. Harder. Oh! Netjes. Mooi, netjes. Wow, hij gaat ver. Waar is hij geland? Hier, hè? Wow. Wow. Het is bijna te klein hier, joh. Wat een jump. Zo, nog een keertje. Nog een keer. En de topspeed was 88. Oké, vol gas. Komt-ie. Ja! Oh! Die is jammer. Die was echt net niet goed. Maar je landt wel lekker zacht op het zand gewoon. Ik hoorde wel een licht knakkie. Hoorde je een knakkie? Hij doet het nog. Hé, hey, een hond. Oh, zo. Hallo. die hond denkt, wat gebeurt? Heel als je rent, dan gaat hij boek. Ik ben maar benieuwd. Pak jij even een schans. Hij heeft een power, jongen. Hij schiet... In deze wel echt leuk rijden. Hij schiet echt vooruit. Kijk dan. Ja, dit is snel hoor. Je moet ook echt dat gas van die banden. We moeten even oppassen voor mensen. Ja, voor die hond. Wacht. Honden vinden het altijd zo leuk.
Maar ze vinden het wel altijd een beetje eng. Kijk dan. Hup, en dan rijdt hij er weer achteraan. Jongens, de tablet is zeiknat. Wij zijn zeiknat. Het heeft echt ziek hard geregend. Ja, dit is niet leuk. Dit is niet meer leuk. Dit is niet leuk. We dachten zelfs nog van we gaan morgen opnemen, maar het is 3 kwartier rijden voor ons. Ja, dus dat wordt lastig. Maar check dit, hoe nat, hè. Echt niet normaal. Doet hij het nog? Ah, hij doet het nog wel. Hij doet het nog wel, maar ik ga even de lenzen schoonmaken, want die is ook helemaal nat. Maar de auto heeft nergens last van. Nee, dat boeit hem niks. Ja, dit is echt niet leuk. Het begint weer met regenen. Klein buitje, denk ik. Het is nu alweer minder. Kijk hoe nat ik ben, jongen. Het is echt kut. Kijk hoe je eruit ziet. Kusseik, nat. Oh, die lens is inderdaad fucked up. Ja, ja. Kijk hem gaan. Dat je nat is, dat je het verschil ziet. Dat je de kleur ziet, ja. Waar je hebt gereden. Nou, vol gas! Vol gas eroverheen. En die? Ready. Daar al, hè? Ja, komt ie. Oh. Netjes, netjes. Nog een keer. Beneden mooi. Zeker. Zo, je hoort hem echt galmen, hè? Ja, dat ding heeft een kracht. Echt een power. Oh. Wat een ding, hè? Ja, als dat verder op gaat. Ik hoorde iets met een autorol om ook of zo in de comments van de vorige auto. Dat hij automatisch terugrolt. Zo. Echt? Dat hij gaat schommelen en dat hij dan iets doet. Maar dat zou wel chill zijn. Ik heb geen idee. Laat het weten in de comments als jullie er meer verstand van hebben. Gas, gas, linkerbaan. We hebben een andere plek en dat is daar ook. Ja, hij gaat gewoon heel ver, maar niet heel hoog. Hij gaat niet heel hoog, maar hij heeft wel echt flinke sprongetjes. Zo hard, hè? Dit is echt heel vet hier. Geef eens topspeed hier aan, pak deze schans eens. Naast jou? Ja. Zo. Zo. Dat was een klap, hè? Zo, een beuk. Zo, je hoorde gewoon boem. Nog een keer die? Ja. Je landt hem netjes, hoor, steeds. Zo. Je moet niet remmen in de lucht, want dan gaat hij echt. Ja, echt. Oh. Oh. Nee. Netjes. Nee. Oh, je remde, hè, of niet? Ja, een klein pompje op de rem, ja. Zo, ik wil ook nog een backflip proberen. Eeuw, vol gas. Holy shit. Ja, een hoger jumpje eigenlijk hebben, maar waar? Hoppa! Oh, ja! Backflip! Oh, wow! Frontflip was dit! Onbewust of niet? Ja, dan ging je eigenlijk klap erop en dan een beetje bijgassen, zeg maar. En dan ging hij dat doen. Jij wil over de strong jumpen? Proberen. Ja, klinkt leuk. Ik weet het niet. Het is wel hier redelijk stijl. Maar je moet hem niet de boom in mikken. Proberen? Ja, we kunnen proberen. Oh shit, mikken, hè? Oh! Oh! Wow! Wow! Hij zit in een tak! Nee, hij zit in een tak! Oh, hij is gechopt! Oh, yo! Hij zit in de boom vast! Hij zit in de kap! Oh. Maar hij heeft hem gehaald! Zo! Ja, die daar! Oh, hier ook! Oh, die daar! Die daar, ja! Door het shortenbaan! Ja, je rijdt nog volgens mij, of niet? Op de kop? Ik heb geen idee. Oké, jongens, we gaan vol gas over deze schans. Wow! Zo! Wow, dat scheelde niet veel! Die was vet! Dat scheelde niet veel! Zo! Dat scheelde niet veel! Dit landde ook echt mooi, hè? Zo! Dit was echt een hele mooie keer. Dat landde, dat scheelde niet veel! Ja, echt zo! Over de tablet. Dan ga je nog een jump zien van de close. Over je heen. Over me heen, dan tik je sowieso mij aan. Zeker, kom, aan de kant. Komt nu, hè? Daar komt nu. Oh, harder, nee. Harder, wat doe je? Ah. Ja, toevallig hebben we nog een accu. Ja, hij was gewoon leeg. Hij stopte ermee. Nou, vertrouwens op. Eindknal was dat. Je op, zag op heel, de drone, je zag je? Heel kort op de drone. Zag je, we wilden schans pakken, maar je zag dat hij ter plekke stil stond. Ja, en er is wat geknakt. Vol gas tegen de Kijk, auto. Ik denk echt de hele ophanging hier. Het is echt. Hij is eruit geklapt.
Ja. Dus ik denk dat dat weer thuis gefixt moet gaan worden. En dat kijk, het precies deze is los, die is los. Afgebroken zelfs. Is die afgebroken? Die is afgebroken, die is afgebroken. Ja, nee, dat wordt geen rijden meer. Dat was één klapper. Dat was één klapper, dus dat wordt weer repareren. Dus het wordt weer de garage brengen naar Toemen en dan wordt hij weer gerepareerd. Maar... wel jammer, gewoon één klap en hij is echt wel kapot. Ja, want we zijn harder geland met die kleine op een asfalt. Ja, maar dit was echt met 80 front, hè? Ja, dat denk ik wel. Dit was wel echt instant klaar. Ja, want het was net een stukje hier, denk ik, wat niet soepel omhoog ging. Nee, hier die was het. Nou, dit. Dat was het. Ja, dat veert niet mee. Dat veert niet mee. Hij ging hier die zand in. Hij ging hier deze zand in en de knalde die zat deze muur. Ja. Ja, daar. Nou, gelukkig gebeurde het niet de eerste keer. Nee. Maar wel snel. Wel echt rap. Ja, ik weet niet of ik het nou slecht moet vinden of niet. Maar ja, met 80 front tegen. Hij is ook zwaar, ja. Ik weet niet of dat... ja, uiteindelijk moet ik wel... Ja, die andere grote van 20 kilo. Die ging dan 30 meter berg af en er ging helemaal niks stuk. En die landde ook op zijn voorkantje. Die landde ook op zijn voorkantje. Maar die heeft niet front tegen een muur aangereden. Nee. Ik denk alles wat je frontaal tegen een muur aanrijdt... is klaar. Is klaar. Dat is het ook. Als jij met 50 tegen een muur aanrijdt, dan ben je ook dan. 2 keer 50, holy shit. Ja, dat is echt niet... Oké, nee, einde. Ja, ripstick. Zonde. Wat het wel nog doet, is deze prachtige drone. Zo, ook van Toemen. Ook van Toemen. Ik moet wel zeggen, hij heeft wel zijnzelfde mankementje als zijn kleine broertje. Die had precies dezelfde met de ophanging. Ja, was ook kapot. Ja, ik weet niet of ik het nou... Ik weet nog steeds ik niet of ik het nou... Ik weet niet of het nou snel is. Oh, ja. Hij is wel helemaal kapot, hoor. Ja, kijk, er liggen gewoon 3 stangen af. Ja, dit is... Dat is echt wel zonde. Ja. Maar hij is van... Het is meteen stil, hè. Ja, daarom weet ik nou niet of het nou... Dat, laat het weten in de comments. Wat vinden jullie? Het is wel een duur prijzig autootje. Het is echt balen. Ja. Stel je had er gewoon echt net in huis even gekocht en alles erop en eraan. Ja, dan baal je echt als een stekker. Dan zou ik echt gaan huilen. Maar je kan wel janken, je kan hem uiteindelijk ook gewoon maken. Klopt, ik denk dat een paar onderdelen misschien 50 euro. Nee, minder. Minder? Ik denk minder. Hij is wel kapot, hè? Ja. 3 dingen. 3 stangetjes. Nee, het kost geen 50 euro. Je weet het nog. Ik weet het niet. Maar in ieder geval vervangen, dat is zeker mogelijk. Maar hij rijdt heerlijk. Hij rijdt wel top. Hallo. Goeiedag. Zeker. Tuurlijk. Dit soort auto's zijn niet toegestaan. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij de auto en blijkbaar mocht het dus weer niet. Nee, er kwam dus een boswachter en die zei, nee, dat mag niet. Nee, en toen zeiden we, waar staat dat dan? Hij zegt dat daar een bord staat met wat wel mag. Ja. En alles wat er dus niet op staat wat wel mag, dan mag dat dus niet. Nee. Dus alles mag, alleen, het was heel ingewikkeld. Ja, maar het is dus niet de bedoeling dat je hier op zo'n prachtige plek met een RC elektrische auto mag rijden. Zijn er meningen over verdeeld? Ja. Ik heb zoiets van, lekker laten genieten, is genoeg ruimte. Maar geen mag, geluid, niks bijna. Het mag niet, je kan er zelfs een boete voor krijgen, volgens mij. Zeker. Dus, nou, dan weten we dat ook weer, hebben we weer wat geleerd. Wat weer niet mag in het leven, maar dat mag niet uit. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.